wat vooraf ging in goede tijden, slechte tijden. Zo, de knapste barman is terug. Het is meteen weer een stuk gezelliger hier. Ik denk gelijk, ze is bij Danny geweest, heeft hem aan de telefoon gehad. Komt ze hier haar gezicht laten zien omdat ze zich schuldig voelt. Ja, daar moet je echt mee ophouden. Ja, dat weet ik, maar ik kan het niet. Ik ben verliefd. Danny wil Charlie niet. Nee, maar zij misschien wel. Dan zou ze toch niet zo de best voor je doen? Op Charlie. Ik ben homo en ik ben verliefd op Lucas. Lieve schat, dat weten we toch. Hij heeft anders aan Lucas gevraagd of hij op wou rotten. Wat? Oh, nou, dat is wel een hele gekleurde weergave. Ik heb gewoon het gevoel dat jij niet homo bent. Dat zullen we wel vaker meemaken nu je eenmaal uit de kast bent. Ja, maar dit is geen onzin. Dit is mijn vader. Anton draait wel bij. Hij moet gewoon een beetje wennen aan het idee. Jij moet ervoor zorgen dat Lucas bij Edwin uit de buurt blijft. Ben je er al uit? Uit het menu voor de lentedrankjes. Doe maar een voorstel. Ik heb je een voorstel gedaan. Hier. Je wilde er even over nadenken. Is goed. Is goed? Offer ik daarvoor mijn hele vrije avond op? Sorry? Wat is er met jou aan de hand? Je bent de afgelopen weken al totaal gestrest. En elke keer als Rick belt of binnenkomt, krijg je meteen van die grote rode vlekken in je nek. Nee, is helemaal niks. Oh. Hey, Rick. Hey. Nou, je was je telefoon vergeten. Nou, misschien hebben ze dat wel expres gedaan, om een avondje niet gestoord te worden. Dat is niet zo. Dat is echt niet zo. Charlie kan tegenwoordig niets meer doen of jij staat ernaast. Ja, het lijkt wel alsof je er niet vertrouwt. Is dat zo? Vertrouw je Charlie soms niet? Goede tijden, slechte tijden. Ik heb een meisje naar je te horen. Weet je type? Ik heb even geen type. Even lekker alleen. Oh, en voor hoe lang dan? Dat weet ik niet. En jij dan? Nou. Loopt hier wat rond vanavond. We hebben het over jou. Ik kan ook bij jou blijven slapen. Oh, ja. Heel graag. Maar dat gaan we niet doen. Ik wil geen gezeik met je pa. Jezus, jij bent ook een stuk minder leuk, hè, als je zo verantwoordelijk doet. Nou. Wie zijn al die gasten die met Sjoerd zijn? Geen idee, ik denk van school of zoiets. Zag je dat? Wat is dit? Wat? Nou, waarom doe je alsof je mij niet ziet staan? En hoe had je dat gedacht? Dat ik Edwin verbied om hier te blijven slapen? Bijvoorbeeld. Of dat je Lucas de toegang tot het huis ontzegt bij jou in de hoop dat het vanzelf overgaat? Zou een begin kunnen zijn, ja. Of dat ik een leuke knul voor Lucas vind waar hij verliefd op wordt zodat hij jou zou vergeten? Nou, kom op, Ludo. Ja. Zorg er nou gewoon voor dat Lucas Edwin met rust laat. Jij bent me wel wat verschuldigd, hè? Je overschat de invloed die ik op die jongen heb. Dat denk ik niet. En je onderschat zijn vastberadenheid. En bovendien denk ik dat je je zoon niet goed begrepen hebt. Maar goed, dat is mijn zaak niet. Daar bemoei ik me niet mee. Dus je helpt me niet. Ik dacht dat vriendschap zoveel voor je betekent. Maar dat is ook zo. Ja, als het jou uitkomt. Misschien ben je vergeten dat ik jou ook uit de ellende heb geholpen. Moet ik soms een paar mensen vertellen hoe het ongeluk echt gegaan is? Je had wel eens. Volgens mij moeten die accessoires allemaal verschillende kleuren hebben, want anders lijken ze allemaal op elkaar. Zijn we heerlijk met elkaar eens? Ik ga wat kleurstalen halen. Ja, en jij, jonge dametje, bedtijd. Moet dat riempje niet groter? Nee. Pap,
papa wat een grotere pony voor malen. Ik heb het gehoord. Moet ik wel vaker thuis zijn om in te rijden. Thuis? Bij jullie. Nou, ik denk niet dat dat zomaar kan. Ik heb bij jullie gewoon zo'n gave kamer. Zoveel leuke spullen. Jou en Lucas. En straks nog de pony. Ik wil gewoon veel vaker bij jullie zijn. Kun jij het niet aan Maxime vragen? Misschien. Schatje, je hoeft niet te reageren. Ze moet overwerken en ze heeft gewoon een pesthumeur. Nou ja, dat ook, ja. Maar ik heb wel gelijk. Ik vind het super lief dat je de telefoon kon brengen. Hij wil gewoon niet dat ik 's avonds laat zonder telefoon over straat ga. En dat is bezorgdheid. Dat heeft niks met controleren te maken. En we zijn net getrouwd. Dan wil je gewoon heel graag even lekker bij elkaar zijn. Hè? Vul jij die... Ik doe die lijsten wel. Ga jij maar naar huis. Oké. Okay. Dag Rick. Dag. Overwerken, ruzie met Jack. Het had gewoon een rot humeur al de hele avond. Oké. Ja, jij kwam voor die telefoon, toch? Ja. Is. Ja. Alsjeblieft. Dan ga ik maar weer. Valentijn die ligt te slapen, is alleen thuis. Oké. Okay. Ging hij wel een beetje lief naar bed? Ja. Oké, nou, ik ben weg. Kun je ook even alleen zijn. Ik doe helemaal niet alsof ik jou niet zie staan. Dus als ik nu naar die vrienden van jou toe loop en ik zeg... Oh, ik ben Edwin, ik ben Sjoerds broer en ik ben homo, dat vind jij prima? Ja. Sorry, ik krijg een sms van mijn vader, maar wat is er aan de hand? Mijn eigen broer doet alsof ik niet besta. Ja, dat doe ik helemaal niet. Oh nee, zijn vriendjes mogen er alleen niet achterkomen dat zijn broer homo is. Nou, luister, ik ken die gasten niet zo lang, dus ik weet gewoon niet zo goed wat ze van homo's denken. Sjoerd, wij gaan nog even naar de spot. Ga je mee? Nee, ik maak het niet zo laat vanavond. Ik zie je. Oh, ja, dit is Edwin met zijn vriend. Lucas. Hallo. Hey. Hi. Hallo. Lucas. Freek, klasgenoot van Sjoerd. Nou, tot morgen. Ja, morgen. Hoi. Het lijkt me geen goed idee als jij de vriendschap, die ik zeer waardeer, op deze manier onder druk zet. Je laat me barsten. Ik weet heel goed wat je allemaal voor me doet, maar wat je me nu vraagt, dat is onmogelijk. Waarom? Omdat Lucas de zoon is van Janine en jij bang bent voor de reactie van je vrouw? Je lost het maar op. Bianca is ook niet blij dat ik lieg over Nouds ongeluk. Hey, maar ik heb tot nu toe wel mijn mond gehouden. En dat hou je ook zo. Als bekend wordt dat jij hebt gelogen over de oorzaak van het ongeluk, dan zit jij ook diep in de ellende, jongen. En ik geef je op een briefje dat je minstens de helft van je patiënten gaat verliezen als dit in de openbaarheid komt. Chanteer jij mij nu? Zo mag je dat best uitleggen. Ik bewijs je juist een dienst door niet op je verzoek in te gaan. Die jongen heeft iets bij zichzelf ontdekt en dat hou je niet tegen. Je bent het er misschien niet mee eens. Die jongen heeft helemaal niks ontdekt. Dat denkt hij alleen maar. Lucas heeft hem dat aangepraat. Nou, waar maak je dan druk om? En als het meer is dan aangepraat, dan stop je dat toch niet? Zeker niet als je gaat proberen dat te forceren. Jij wilde voor Nina toch ook iets beters dan nou? Daar heb je toch ook alles voor gedaan? Nou, we weten toch wat voor problemen dat heeft opgeleverd. Het respect wat jij nu geniet van je zoon, dat verspeel je in één klap... als je probeert die twee jongens uit elkaar te spelen. Nou, daar komen we wel weer uit. Ze zijn verliefd. Jouw probleem. Daar moet je je zoon niet mee opzadelen. Mijn zoon is geen homo. Stoor ik? Nee, nog niet gaan. Anto ging net naar huis. Ja. Nou, Sven, niet weer een douche met die draak erop. Heb je me gehoord, Valentijn? Ja, heeft je gehoord. Valentijn hebben we continu dat shirt aan met die draak, maar dat past hem al een half jaar niet meer.
kijkdoos van het heelal. Hebben Rick en Valentijn gisteravond gemaakt. Ik kwam Danny gisteren tegen in Danstoria. Hij mist papa heel erg. Dat weet ik. Oh, je hebt me ook gesproken? Nee. Nee, maar het lijkt me logisch dat hij je vader mist, toch? Dus je hebt niet een stiekem affaire met hem? Natuurlijk niet. Natuurlijk niet. Hoe heb jij papa ooit zoveel pijn kunnen doen? Dat weet ik niet. Is er iets? Nee. Nee. Of je even naar boven wil komen. Hij vindt die blauwe sweater niks. Oh. Dus we hebben wat anders uitgezocht of dat goed is. Dat zal toch wel. Kijk je dan. Oké. Als kind wist je al precies wat je wilde worden. Sjoerd wilde piloot worden, toen dierenarts, daarna motocrosser. Elk half jaar wat anders. Maar jij, je wil nu nog steeds hetzelfde als toen je 10 was. Wat wil je nou? Een maand geleden had jij nog een relatie met Wiet. Nu met Lucas. En dus kan het niet echt zijn? Edwin, hoe zeker ben je? Is dit wat je wil? Het heeft niks met willen te maken, pa. Luister, Lucas wist op zijn 12e al dat hij op jongens viel. Hij heeft niet eens over getwijfeld. Ja? Hij heeft niet eens nagedacht of een toekomst met meisjes wel iets voor hem was. Is dat iets goeds of iets slechts? Voor hem was het duidelijk. En logisch dat hij daar iets mee wilde doen. 100% homo, niks tegen in te brengen. Voor mij is het ook duidelijk. Vraag jij je dan niet af waarom jij niet op je 12e wist wat Lucas wel wist? En vraag jij niet af of dat misschien iets met jou te maken heeft? Dat ik altijd onbewust had geweten dat jij zo zou reageren. Hoe? Dat je het niet zou geloven. Jongen, er valt niks te geloven. Jij bent in de war. Hé, ik praat tegen je. Ja, je praat tegen me, ja. Niet met me. Okay. Misschien is het wel iets anders. Misschien is het wel een drang tot experimenteren, iets spannends mee willen maken. Ik veroordeel dat niet. Ik vraag je alleen aan om erover na te denken. Het is geen fase, pa. Je doet jezelf tekort om die mogelijkheid bijvoorbeeld af te schrijven. Sorry, maar pa, laat hem even lekker. Als hij zegt dat hij homo is, dan zal het toch wel. Hou jij je er buiten. Jij bent zelf wel doodsbang dat je vrienden erachter komen dat je broer homo is. Kijk, met 4 bloemetjes. Wat heb je gedaan? Oh, heb ik je schets niet verpest? Wil jij nog een muffin? Ja. Waar denk je aan, prinses? Tasje stief. Nout. Wat was het nou gisteren? Tussen jou en Anton? Oh, we hebben het over heel veel dingen gehad. Ik weet niet waar je precies op doet. Lucas en Edwin. Ja, hij is het niet eens met hun relatie. En hij wil dat ik er wat aan doe. En dat doe jij niet? Nee, waarom zou ik? Hoor je dat? Anton was gisteren hier en die wil dat papa hem helpt om jou bij Edwin weg te houden. Maar dat doet hij niet, want volgens mij gelooft hij in de liefde tussen jullie. Toch, pap? Ja, Edwin is een heel aardige jongen. Hij is altijd welkom hier. Ik word altijd een beetje bang als jij zo met leven doet. Dat hoeft niet. Volgens mij meent hij het. Waarom? Waarom niet? Je blijft me verrassen. Graag gedaan.